ik had een gesprek met de trainer. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Ik heb via Assaïd ook. En toen heeft de trainer. Heb ik een gesprek gehad met de trainer en ben ik hier komen trainen. De intentie was om weer te gaan voetballen. En de trainer die wilde me zien hoe fit ik was. Dus vandaar dat hij me heeft uitgenodigd om te komen trainen. En dan zullen heel veel mensen zich afvragen van hoe sta jij erop? Hè? Vooral qua fitheid. Je hebt natuurlijk heel lang geen wedstrijden gespeeld. Maar je hebt bijvoorbeeld wel ook bij AZ meegetraind dit seizoen. Ja. In hoeverre heeft dat bijgedragen aan jouw fitheid? Ja, nee. Ik heb daar gewoon elke dag meegetraind. En tot op het punt dat ik helemaal fit was en klaar om weer wedstrijden te gaan spelen. Dus wat dat betreft ben ik aardig fit en ik heb hier ook twee helftjes gespeeld. Dus 90 minuten in principe. Wat dat betreft ben ik gewoon fit. Ik train elke dag mee. Ik train elke dag twee keer. Dus ik voel me lekker. Ik voel me goed. Kijk, de kwaliteiten die je hebt, die blijf je altijd houden. Dus je bent wat ouder geworden. Maar wat dat betreft ben je ook wat meer ervaren ben je ook wat slimmer in heel veel situaties. Dus het gaat erom dat je fit bent en de kwaliteit die je altijd al had, dat behoud je. Ga niet zomaar weg. We gaan het aankijken deze half jaar en zorgen dat we zo goed mogelijk presteren met Twente en dan zien we het wel.